Hoi, mijn naam is Hugo Kennis en vandaag een recept met de Nederlandse winterpeen. Hoe die groeit, hoe die bloeit, hoe die geoogst wordt. Best wel leuk om te zien. Kijk gewoon even de video na. Ik zet hieronder in de beschrijving. Ik was namelijk bij de teler. Ik heb ze zelf geoogst. En nu we gaan een beetje naar Spanje. Ik ga er een soep van maken. Een mooie linzensoep met die winterpeen en chorizo. We gaan beginnen met die chorizo. Ga ik even uit zijn velletje halen. Chorizo is een kruidige, droge Spaanse worst. En het voordeel is, als je een chorizo gebruikt in warme gerechten, in stoofgerechten of in dit geval dus in een soep, die chorizo heeft heel veel kruiden die je dan niet hoeft toe te voegen. Ga je de chorizo uitbakken, dus dan krijg je dat gerookte paprikapoeder, piment, er zitten zoveel kruiden, andere paprikasoorten zitten erin, soms wat pepers, een beetje kruidnagel kan erin zitten. En juist door hem uit te bakken komen die smaken supermooi los en hoef je die niet extra toe te voegen. Eerst snij ik ze in lange repen en dan in blokjes. Ondertussen vast een pan op het vuur zetten, kan die vast warm worden. En zo. Nou, wil je nog even rustig de ingrediënten of het recept teruglezen? Dat kan, hè? Dat kan hieronder in de beschrijving. En nu snij ik ze in één beweging in mooie blokjes. Nu ga ik in een klein beetje olie mooi uitbakken. Een beetje krokant bakken, dat die olie er mooi uitloopt. En juist die olie hebben we ook nodig. Klein scheutje olie in de pan. Mogen die blokjes alvast in. Zo, kunnen we de rest gaan snijden alvast. De winterpeen. Gezond, hè? Een wortel überhaupt is heel gezond. Het schijnt ook heel goed te zijn voor je ogen. Maar ik heb nog nooit een konijn met een brilletje gezien. Ook deze snij ik gewoon in blokjes, dus eerst even een reep eraf. Dan leg ik hem op zijn zijkant. Dan beweegt hij minder, dus dat is veiliger. Dan snij ik hem in plakken. Van een halve tot een hele centimeter. Nou komt het snijden allemaal niet heel nauwkeurig. Want we gaan de soep straks grof pureren. Niet helemaal glad, maar wel even die staafmixer er doorheen. Ook even een schuimspaantje. En goed die olie eraf tikken. Pan mag gewoon op het vuur blijven. Als die mooie laag rode olie onderin zitten, dan mag die wortel erin. Dan kunnen we de ui gaan snipperen. En eigenlijk mogen we nu gewoon alle groenten. Ik doe die wortel altijd als eerste, want die is gewoon het hardste. Dan mag je de ui, dan gaan we de paprika. Het enige wat we echt als laatste pas gaan toevoegen zijn die knoflookteentjes. Knoflook moet je gewoon over het algemeen niet te lang bakken. Knoflook verbrandt snel, dan wordt die bitter. En je wil juist knoflook gebruiken voor die mooie, uiteindelijk een beetje zoetige knoflooksmaak. Er zit al een klein beetje knoflook in die chorizo. Maar een beetje extra knoflook is niet verkeerd. En eigenlijk wat je gewoon af hebt kan snijden, mag er gewoon bij. Ik ga nu dus een soort Spaanse soep maken met winterpeen. Heb je nou zelf nog een lekkere andere soep met winterpeen of überhaupt een leuk gerecht met winterpeen? Laat het even weten hieronder in de comments. Het is altijd leuk om van elkaar terug te lezen. En dan kunnen we elkaar een beetje inspireren. Altijd tof. Dan de paprika. Ook die in repen en daarna in blokjes. Zoals je al ziet, het is gewoon een hele gezonde soep. Er zit veel groente in. Kijk. Mooi die groente aanzetten. Waarom zet je groente aan? Dus als ik een soep maak, doe ik alsnog altijd die groente eerst bakken voordat ik er bouillon op doe. Dat heeft een reden. Dat is extra smaak geven. Ook dit is het karamelliseren van groente is smaak. Die suikers die verbranden eigenlijk. Dus daarom krijg je een beetje kleur op die groente. En dat geeft gewoon extra smaak. Het is echt een groot verschil dan de groente snijden en in een pan bouillon gooien. Of de groente aanbakken en afblussen met bouillon. Echt waar. Oké. Alle groenten zijn gesneden. Dan pakken we de knoflook erbij. Even het een kneuzen. Dan het achterkantje dunst plakje eraf snijden. En eigenlijk kun je hem dan al van je mes aftrekken en dan valt hij eigenlijk uit zijn schilletje. Sommige teentjes zijn gewoon heel moeilijk te pellen. Kneuzen helpt gewoon heel erg daarmee. Ondertussen kan ik vast de komijn pakken. Komijn is een gedroogde specerij. En toch is het lekker om die gedroogde specerijen ook eventjes mee te bakken. Mioteren, in de chic woord, is het bakken van gedroogde kruiden. Maar kan dat ook in een droge koekenpan, nu zit er al groente in. Maar juist om die even een hoge temperatuur te geven, komen die smaken meer los. Die knoflook niet te fijn snijden, want ook die ga ik een minuutje meebakken. Als ik hem nu in een knoflookpers zou doen, de teen van de knoflook blijft vaak in dat dingetje hangen. En juist daar zit veel smaak in. En dat beschermt de knoflook ook een beetje van het verbranden. Dus je wil gewoon niet dat die knoflook verbrandt. Dus alleen sappen verdampt natuurlijk nog sneller.
En heb je heel, heel kort heel veel smaak. En ook die bakken we een minuutje mee. Dan de tomaten en de linzen. Linzen mogen erbij. Tomaten, het zijn gepelde tomaten. Dan hussel je het gewoon een keer goed door. De helft van die chorizo blokjes erbij. Andere helft gebruiken we als garnering. Afblussen. Nu is het tijd om af te blussen. Bouillonblokje erboven verkruimelen. Wil je het gerecht nou vegetarisch maken, gebruik je vegetarische bouillon en laat je de chorizo weg. En dan kun je dus gaan werken met andere kruiden die in die chorizo zitten. Dus dan zou ik wat gerookt paprika poeder toevoegen, wat piment eventueel. Ik heb tijd om even op te ruimen. Rustig even laten staan. 20 minuten, half uurtje. Ik zal weer terug. 20 minuutjes verder. En hij is ready. Mijn staafmixer even het vuur uitzet als je staafmixer gebruikt. En dan ga je hem gewoon eventjes naar smaak, naar keuze. Beetje pureren. Ik hou er wel van dat je ook nog stukjes paprika en wortels hier terugkomen. Dat je ook weet, wat zit er eigenlijk in? Wil je hem nou wat dunner hebben als je denkt, ja, ik vind dat toch net iets te stevig. Kun je natuurlijk nog daarna wat bouillon toevoegen. Maar ik hou er wel van, het is een maaltijdsoep, dus het mag een stevige soep zijn. Voor de frisheid wat van die yoghurt erin. En afmaken met wat krokante blokjes chorizo. En voilà. Een lekker Spaans soepje met die oer-Hollandse winterpeen. Eet smakelijk. Een Spaans soepje met winterpeen. I love it. Wil je nou nog meer recepten zien? Klik dan hier of hier. Of andere recepten en video's. Abonneer je gewoon gratis op het allerhande YouTube-kanaal. Doen. Deze is voor mij.